Ik ben Lynn Valk en mijn passie is motocross. Ik heb me ingeschreven bij het WK. Dat begint op 7 en 8 april. Yamaha Official heeft mij gevraagd om te rijden. En die hebben mij ondergebracht bij het Italiaanse team. Ja, nou, je gaat eigenlijk van start met 40 andere dames. En dan rij je 20 minuten plus 2 ronden. Rij je over een baan met springbulten en allemaal bochten. En ja, je moet zorgen dat je een goede start pakt. En dan zoveel mogelijk je best doet en niet vallen. Tijdens de wedstrijd is Lynn's moeder haar steun en toeverlaat. Het is altijd wel een bepaalde angst wat je bij je hebt. Dat hou je. Dat zou iedere ouder hebben. Maar ja, de kinderen zelf zijn... En Lynn is natuurlijk enorm bezeten van de sport. Dus het is heel mooi om dat zo samen te doen. Ja, het hele leven draait wel om de motocross. Ja, dat sowieso. Er is... Je gaat eigenlijk alle tijd inzitten. Je bent op maandag weer bezig met alles schoonmaken. En dan wordt er vaak nog één keer in de week weer getraind. Dan moet weer alles opnieuw schoongemaakt en klaargemaakt. Mijn man doet alles zelf aan die motoren. En dan ben je weer aan het nadenken voor het weekend. En weer aan het klaarmaken. Dus zo gaat het eigenlijk door. Lynn legt de lat direct hoog voor haar eerste WK. Mijn doelstellingen voor het WK zijn de beste 125 rijden worden. En voor de rest, ja, gewoon mijn best doen en dan kijken we wel wat het wordt.